Welkom bij de Kat Koelno podcast. Hey allemaal, dit is weer een nieuwe aflevering van de Kat Koelno podcast. En vandaag heb ik de gast Winnie Bos. Hey Winnie. Hey Kat, wat leuk dat ik in jouw podcast mag komen en mag spreken. Nou, welkom. Ja, welkom, dankjewel. Welkom. Ja, top. Hey, wij kennen elkaar van Seeds to Meet. Ja. In Amersfoort. Volgens mij hebben we elkaar ontmoet. En daar doen we op dinsdag wel eens samen co-werken. En ja. Ik realiseerde me. Ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel over jou. Dus, oh, echt? Ja. We weten wie je bent, maar wat doe je zoal in het leven? Wat beweegt jou? Vertel eens. Nou, wat doe ik in het leven? Ik woon inderdaad in Amersfoort en daar hebben we elkaar ontmoet. En wat ik doe in het leven is nu nog eigenlijk, ik loop twee paden. Mijn eigen pad is doula-wijzer. Die is afgelopen zomer ontstaan. En daarin wil ik heel erg uit gaan dragen dat ik van het levenseinde iets doodnormaals wil maken. Omdat ik gewoon heel erg geloof dat de dood in de wereld waarin we leven een lastig bespreekbaar onderwerp is. En er zijn eigenlijk drie stromen die ik met doula-wijzer wil. Ik wil zelf mensen begeleiden die de dood in het vooruitzicht hebben. Ik wil een opleiding creëren waarin mensen in het werk van niet-medisch met de dood bezig zijn gaan scholen. En als derde wil ik een beroepsvereniging oprichten waarin ik voor de mensen die niet-medisch met de dood te maken hebben, die wil bundelen. Want het blijkt dat die er niet is. En van de zomer ontstond deze driepoot eigenlijk in mei. En wat daarin bijzonder is om te noemen, ik ontmoette een man waar ik tegenover kwam zitten een ochtend samen mee mocht sparren. En aan het einde van die ochtend stond dit concept. En toen was dat klaar en toen zei hij ineens tegen mij: Goh, Winnie, dat is heel leuk. Er staat nu wat op tafel. Ik zie dat je er heel veel energie van krijgt en ongelooflijk blij van wordt. Maar waar ik nou zo nieuwsgierig naar ben, is voor wie of wat doe je dit dan? Hè, want het is toch ook wel belangrijk om te weten, wat is je why? Waarom doe je wat je doet? En toen schoten de tranen in mijn ogen. En hij zat me echt aan te kijken met een groot vraagteken op mijn hoofd. Zo van, ik stel eigenlijk een hele normale vraag. Wat maakt jou ineens zo emotioneel? En toen zei ik tegen hem, ik zei ja, toen ik eenmaal weer een beetje op aarde was en rustig tot mij terug was gekomen. En toen zei ik, ja, iets wat jij niet weet, maar wat wel, terwijl jij deze vraag stelt, door mij heen ging, was dat mijn drie ongeboren kinderen net even voorbij kwamen en kwamen zeggen, dit doe je voor ons. En iedere keer als ik dit verhaal vertel, merk ik dat ik weer zo'n brok in mijn keel krijg en dat ik daar toch ook wel weer heel emotioneel van word. Omdat die kinderen hebben me al zoveel gebracht in mijn leven. En iedere keer op hele cruciale momenten in mijn leven komen ze weer even voorbij. Komen ze hallo zeggen of een boodschap brengen of nou ja, whatever. En ja, ze zijn hier niet op deze wereld. Ik bedoel, ik ben niet door de eerste drie maanden van de zwangerschap heen gekomen. Maar ze hebben al zoveel in mijn leven betekend. En ja, dat raakt mij iedere keer weer dat ze er toch altijd nog steeds zijn. Dus daarin is ook heel erg wat ik altijd zeg, dood is leven. Deze kinderen zijn wel, ja, zoals mensen dan zeggen, dood, want ze bestaan niet. Maar in mij leven ze nog steeds. En leven ze nog steeds voort en hebben ze nog steeds op de dag van vandaag betekenis. En ze zijn dan wel niet iedere dag aanwezig, maar met tijd en wijle komen ze even kiekeboe zeggen, zoals ik dat dan maar voor mezelf zeg. Maar op wel echt hele cruciale momenten. Dus dat is mijn drijfveer om te doen wat ik doe. Om deze drie kinderen in de tijd dat ik deze zwangerschappen had, was spreken over miskramen. En dat was echt nothing, dat deed je niet. En dat vond ik heel raar. Ik vond het ook heel lastig dat ik dat niet met mensen kon bespreken. En dat mensen er heel veel onbegrip over hadden. Ik snapte daar niks van. Er zijn 20.000 vrouwen op jaarbasis die dit overkomt. En toen ik eenmaal begon uit te spreken, als mensen zeiden, hè, want dat is een soort in zo'n levensfase waarin je dan zit zo rond 40 van, goh, gezin, samenstelling, vriend, waar besta je uit? En dan zei ik, nee, ja, ik ben wel samen met iemand. En oh, heb je kinderen? Was dan de vervolgvraag. Dan zei ik, ja, drie.
oh, wat is de leeftijd? En dan zei ik, nou, 0. En dan keken ze me heel vragend aan, zo, 0. Ik zeg, ja, ik ben niet door de zwangerschap heen gekomen. Dus ik ben wel zwanger geweest, maar ja, deze kinderen hebben me verlaten. Of tenminste verlaten, die zijn niet in mij, hebben niet in mij mogen ontstaan. Maar die zijn wel in mij. En dan werd het aan de andere kant van het gesprek werd het stil. En dan voelde ik heel erg mezelf ongemakkelijk worden. Dacht ik, oh shit, wat doe ik nou toch weer? En dan keek die andere aan en dan zag ik echt zo'n groot vraagteken bij diegene boven zijn hoofd ontstaan. En dan kwam, oh, maar dan heb ik eigenlijk 5 kinderen. Of dan heb ik eigenlijk ook 2 kinderen. Of dan, nou ja, welke antwoorden er dan ook kwamen. En daarmee werden eigenlijk bij anderen ook hun, ik noem ze ongeboren kinderen, werden ook zichtbaar. En dat vond ik eigenlijk heel bijzonder. Toen dacht ik, oh, eigenlijk in mijn hele directe omgeving zijn er heel veel mensen die het ook hebben meegemaakt, waarvan ik dat eigenlijk helemaal niet weet. En ja, die kinderen hebben gewoon heel veel betekenis, dus ook nog steeds in het nu. En die neem ik mee in mijn hele proces. En ik heb dan deze 3 poten van doelenwijzer wat ik doe. En ik ben heel intuïtief in het ondernemen, dus wat in me opkomt, daar word ik heel erg toe uitgenodigd. Volg wat in je opkomt, want dat is waar. Dus toen ik uiteindelijk van de zomer dit ontstond, toen had ik nog even wat gedoe in mezelf om echt te gaan staan en te kiezen voor dit mag ik gaan doen, dit mag ik uitdragen. En ja, het is een lastig onderwerp en je zult daar ook wel tegenstribbeling voor krijgen, want het is niet een makkelijk onderwerp voor de wereld waarin je leeft. Maar jij voelt dat dit waar is, dus daar mag je voor gaan staan. Begin september maakte ik de keuze om dit te gaan doen. En ook door jou, maar ook door Angèle en door andere mensen om me heen, dacht ik, ja, maar als ik het thema echt bespreekbaar wil maken, dan moet ik het ook makkelijk bereikbaar maken. En toen kwam gewoon als vanzelf in me op, dan ga ik een podcast maken. En er ploepten zo allerlei mensen uit en ik ben gaan bellen. En iedereen zei ja. Terwijl ik half een verhaal had en nog niet klaar was met mijn verhaal. En dan zeiden mensen, ja, tuurlijk werk ik mee, Winnie. En dan dacht ik echt, Ik zeg, ja, maar het is wel een heel delicaat onderwerp. Maakt niet uit, moet op tafel, zeiden ze dan. Dan dacht ik, oké. Nou ja, en zo zit ik nu dus op het moment dat ik mijn interviews aan het inplannen ben. En dat mensen zelf mogen kiezen wanneer dat hun moment is. En gaat er ergens dit jaar de podcast doodnormaal de wereld in. En gaan mensen levensverhalen horen van mensen die iets met de dood hebben meegemaakt. En ook ervaringsdeskundigen eigenlijk deskundigen die hun beroep hebben in, weet je, als arts of als artsassistent in opleiding of iemand die, ik heb iemand die kisten maakt. Ja, waarom zit je tegen de dood aan? Hè? Waarom doe je je werk wat je doet? Wat heeft je daar gebracht? Ik ben nog op zoek naar meerdere, maar dat zijn allerlei soorten varianten aan deskundigen die ik ook wil afwisselen met de ervaringsverhalen. Omdat ik geloof heel erg in het perspectief om de dood vanuit alle kanten te bekijken. Zowel medisch als niet medisch. Want ja, weet je, hoe dan ook hebben we met de dood ook gewoon met de zorg te maken. En met artsen en met ziekenhuizen en dat soort dingen. En daar mogen ook de verhalen naar buiten. Dus dat is wat ik doe. En om te zorgen dat ik kan leven en dat ik wat ik aan het ontwikkelen ben, een beetje ontzorgd kan doen, werk ik ook nog part-time bij Sietsmiet in Utrecht. Want ja, er moet ook ergens geld vandaan komen. En met doelenwijze genereert dat nog niks. Dus dat is even in een notendop wat ik doe. Oh. Ja. Mooi. Nou ja, en ja, weet je, ik vind dat altijd al. Dat de dood hoort bij het leven. Het is de enige zekerheid die je hebt. Dat je keer vandoor moet. Dus ik vind dat altijd heel interessant dat mensen daar sowieso ingewikkeld over doen. En ook over dat het inderdaad, dat het een precair onderwerp is. Terwijl ik denk, ja, waarom eigenlijk? Het is heel raar. Dus ik vind het heel mooi dat jij dit initiatief neemt. En ik was een beetje door, ja, weet je, doula, daar had ik een associatie inderdaad mee met baby's of met geboren worden. En wat ik uit jouw verhaal begrijp, heel lief dat je deelt ook, dit persoonlijke verhaal. Prachtig hoe je dat zo bekijkt. Die 3 kinderen die nog bij je zijn. Ja, ik
Ja, ik heb daar helemaal geen vraagtekens bij. Ik vind dat een soort, voor mij is dat soort heel logisch iets. Maar ik snap ook dat andere mensen dat misschien anders zien. Ik denk, wat mooi. Wat is dat dan, nou ja, in de verdrietige situatie, toch een cadeau? Dat je dat Zeker. dan krijgt. En dan is het toch nog, ja, ik probeer altijd ergens dan zingeving in te zoeken. En dan denk ik, nou, dat is toch nog, er zit er ook nog een mooie kant aan. En dat jij dus deze taak nu gaat op je nemen, dat is natuurlijk ook prachtig. Maar ik vroeg me een beetje af, want het eerste wat je zei was dat je mensen gaat begeleiden die naar een einde toe werken. Of in hun leven, zeg maar. Dus dat is eigenlijk, ja, dat is juist dat is niet, dat heeft dan weer niet zoveel met baby's te maken. Nee, nou, het woord doula is nu inderdaad in de wereld waarin we leven heel erg bekend met de geboortedoula. Maar van origine, vanuit de geschiedenis, was de doula er zowel voor geboorte als sterven. Waardoor de verandering in onze maatschappij en de individualisering, maar ook de cultuur en de verandering van hoe we werken en wat we doen. Is de geboortedoula op een gegeven moment ergens een aantal jaren geleden in Nederland ontstaan. En die heeft nu langzaamaan zijn ontwikkeling gekregen. En ik geloof dat het AMC is die ondertussen nu zelfs een doula in dienst heeft genomen. Omdat zij zien dat er een behoefte is bij zwangeren, zeker aanstaande ouders, die zij niet kunnen vervullen vanuit verloskunde en vanuit de gynaecologie. Waarin zij zeggen, ja, wij hebben die discipline nodig om het pakket wat nodig is voor ouders volledig te maken. Daar zit een ongelooflijk groot gat aan het einde van het leven. En ja, die doula is zich nu eigenlijk aan het scheiden. En als je in Nederland is hij vrij onbekend voor het levenseinde. En voor mij zit de kracht in het woord doula, is dat het komt uit het Grieks en het staat voor oude wijze vrouw, die dienend is naast de persoon die niet medisch haar werk doet. Om echte begeleiding te geven in dat wat er nodig is onderweg naar het einde. En ik wil graag dat gat vullen. Aan het einde van het leven, wat nu eigenlijk de geboortedoula doet aan het begin van het leven, die wil ik graag omkeren naar het einde van het leven. En voor mij, en het is wel grappig terwijl je mij dat teruggeeft over die drie kinderen. Heel veel mensen hebben mij laatst ook gevraagd waarom het woord doula-wijzer. Doula kent de wereld heel erg als geboorte. Voor mij is de geboorte van die drie kinderen een creatie geworden van doula-wijzer. Op het moment dat ik de naam bedacht, was dat helemaal nog niet zo in mijn bewustzijn. Maar die oude kennis die in het woord doula zit, die wil ik weer naar het nu vertalen. En daarmee de wijzer zijn voor de mensen die sterven, om die wijzer te maken onderweg naar het einde. En tegelijkertijd worden zij niet alleen wijzer, ook de mensen om hen heen. En tegelijkertijd vergroot ik ook mijn eigen wijsheid. En op die manier klopt gewoon voor mij de naam doula-wijzer heel sterk. En ik snap dat die verwarrend is. En tegelijkertijd denk ik, ja, so be it. Voor mij is hij helemaal niet verwarrend hoor, maar het is meer, ik spiegel natuurlijk een vraag waarvan ik denk dat hij wel bij mensen op zal komen. Ja, En zeker, snap ik voor ook. mij is hij ook logisch. En ook inderdaad vanuit het wijze vrouw. En ik geloof ook inderdaad dat daar gebrek aan is aan begeleiding bij dat laatste stuk. Dus dat Ja. vind ik heel mooi. Ja, tof. Is misschien niet het goede woord, maar ik vind het wel tof. Want ik denk namelijk dat er ook wat lucht in mag. In het hele. Zeker. Ik vind het ook dat er grappen over gemaakt mogen worden. Ik vind ook dat. Ja, in die zin denk ik gewoon. Het moet echt uit de. Weet je, ik heb bijvoorbeeld ook met mensen wel eens gesprekken over van hoe wil je begraven worden, om maar iets te noemen. Nou, mensen zeggen ja, maar je moet het niet, de goden niet verzoeken, of je bent het aan het jinxen of zo, weet je wel? Dan denk ik, oké, zo had ik het nog niet gezien. Dus ik denk, ja, ik heb op mijn 26e mijn wilsbeschikking geschreven, precies opgeschreven hoe ik me begraaf. Ik heb al vanaf mijn 18e een uitvaartverzekering, omdat ik denk, ja, weet je, het is het enige onvermijdelijke. Dus, en zadel er niet andere mensen mee op, maar spreek er met elkaar over ook van wat vind je belangrijk en hoe is dat voor je? Hoe kijk je ernaar? Hoe bang ben je ervoor? En al die dingen, weet je? Zeker. Dus dat, ja, mooi.
Dus ik ben altijd voorstander van om er veel over te praten. Dus ik ben heel blij dat jij in mijn podcast bent. Ja. En ik denk dat als het gaat over een wijze vrouw zijn voor mensen en jouw levenservaring inzetten om andere mensen te begeleiden, dat dat natuurlijk gewoon goud is. Zeker. Ja, Eerlijk zeker. gezegd. Ja. En in deze podcast gaat het over goud en het gaat ook over rijkdom en over wat je rijk maakt. Maar het gaat ook over de banale dingen, namelijk geld. En dat vertelde je net ook al even, dat je hier, nou ja, uiteindelijk wil je hier je geld mee verdienen. Zeker. Dat doe je nu nog bij het werken bij Seed to Meet. Maar ja, geld kan je natuurlijk ook in een hele brede. Mag je wel geld verdienen met de dood? Ook zoiets. Maar ik vroeg me af, wat is jouw geldovertuiging? Wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Oh, heb je even? Oh, dat is echt. Nee, dit is echt verschrikkelijk. Ik heb het namelijk niet alleen van mijn vaders kant, maar ook nog eens van mijn moeders kant. Dat is altijd gedoe, geld. Daar heb je ruzie over, daar is jaloezie over. Dat mag je pas verdienen als je gestudeerd hebt. Daar moet je hard voor bikkelen, want anders ben je het niet waard. Nou, ik kan eindeloos doorgaan, ga ik niet doen. Dit zegt volgens mij al heel erg waar het over gaat. Ik ben ongelooflijk geïmpregneerd met je bent pas waard als je de keihard voor werkt en dingen als ziek zijn en al dat soort dingen, dat kon allemaal niet, behalve als je de dood bij neervalt, dan mocht je thuis blijven, je moest gewoon altijd gaan. Nou, dat betekent dat ik echt wel heel veel geldgedoe in mijn systeem heb zitten, daar ben ik me heel bewust van. Daar heb ik ook al heel veel heling in gerealiseerd, opstellingen meegedaan. En tegelijkertijd blijft het altijd een terugkerend issue van ben ik het waard om geld te vragen? En inderdaad, hè, is het. Er zullen misschien mensen zijn, hoe durf je om geld voor de dood te vragen? Nou ja, uitvaartondernemingen doen het. Hè? Dus in principe mag je aan de dood geld verdienen. Ja, weet je, zo kun je alles wel ter discussie stellen of je daar geld aan mag verdienen. Ik denk dat als je meerwaarde biedt in de levenskwaliteit van mensen, op welke manier dan ook, en het maakt niet uit in welke fase je zit, dat daar geld tegenover mag staan. En nou, dat gaat naar mij toe komen, dat geloof ik. En dat moment wanneer dat gaat zijn, geen idee. Maar dat komt, dat voel ik aan alles. Maar ja, ik heb ook wel wat gedoe in mijn systeem. En daar ben ik me bewust van, dus daar ben ik me bewust mee op reis. Mooi. Ja, nou ja, dat is, ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. En het is natuurlijk altijd, ja, als je dat meegekregen hebt van ik moet hard werken voor mijn geld. En je gaat in één keer doen wat je hart je ingeeft. Dan, ja, dat is hard werken met een T voor je geld. Dat is ook mooi. Precies, ja, precies. Ja, als je geld hebt, Winnie, waar geef je het dan aan uit? Waar geef je het graag aan uit en waar geef je het aan uit? Nou, ik vind eigenlijk waar ik mijn geld het allerliefst aan uitgeef, zijn aan belevingsdingen. Het is hetzelfde met cadeautjes geven. Mensen krijgen eigenlijk van mij nooit fysieke cadeautjes. Hè, weet je, een douchecrème of weet ik. Ik vind dat echt zo dat ik denk, jongens, kom op, kan je nou niets beters verzinnen? Dus ook voor mezelf, maar ook voor anderen, ik koop altijd ervaringen. Een cadeautje moet een ervaring zijn. Dus ook waar ik zelf mijn geld aan uitgeef, het liefst wil ik een ervaring beleven met dat waar ik mijn geld aan spendeer. Want ik wil iets beleven. Ik wil het zelf meemaken om ervaren te hebben en dan weer te integreren in mijn eigen leven. Dus als ik geld heb, dan ja, los van dat ik natuurlijk mijn terugkerende uitgaven heb, die ik trouwens geen vaste lasten wil noemen, want dat klopt voor mij niet, denk ik. Het zijn gewoon terugkerende uitgaven die ik heb. En soms zijn daar ook gewoon fysieke dingen voor nodig. Ik ga een podcast maken en daar heb ik wel dingen voor nodig. En dan koop ik die ook, want uiteindelijk gaat dat een toevoeging zijn voor de ervaring die ik daarmee weer ga beleven. Dus eigenlijk, ja, een en al ervaringsuitgaves is wat ik het echt het allerliefste doe. Cool. Ja, ik ook trouwens, dat ken ik wel. En wat mooi wat je zegt over die vaste lasten. Ja, want als je zegt van het is een last, dan voelt het als een zwaarte. Terwijl je krijgt er misschien wel een tof huis voor terug. En je krijgt er Precies. warmte in je huis voor terug. En je krijgt er water
uit je kraan voor terug. Dat is helemaal geen last, dat is een cadeau. Precies. Wat je gewoon, waar je gewoon geld voor in ruil doet, dat is helemaal wat de afspraak is. Ja, ja, mooi, mooi. En als jij, nou stel nou dat je nog één, ik weet niet of jou dat zou overkomen, maar stel dat je nog één tientje hebt voorlopig te spenderen. Wat zou je dan daarmee doen met dat tientje? Ja, ik denk dan loop ik naar de winkel en dan koop ik een paar krasloten. Dan hoop ik dat er geld uit voortkomt. En waarvan ik waarschijnlijk weet dat dat niet het geval is. Nou ja, weet je, ik geloof dan altijd, wat is de snelste manier om het te vermeerderen? Ja, dat is natuurlijk een hele lastige. Maar dan denk ik, ja, nou ja, gok erop los. En af en toe moet je het leven ook een beetje een gokje wagen. Nou, wie weet win je de loterij? Ja, zo niet. Nou, dan hebben we een uitdaging. Want ik heb al eens een keer de nullijn ervaren. Dus ik weet wel wat het is om op een nulniveau te lanceren. Niet fijn, kan ik je zeggen. Maar ja, dat heb ik wel moeten meemaken. Om ook wel wat dingen te helen over het hele geldprobleem. Je laatste... Je ging er niet dood van toen je het niet had. Nee, ik ging er zeker niet dood van. Nee, nee, nee. Ik moet even een pauze inlassen, want ik moet even spraakwater. Oh ja, spraakwater mag gewoon tussendoor hoor. Dat is geen probleem. Ik wil ook spraakwater. Ja. Dus. En wat als je een tientje vindt op straat? Ja, dat is grappig. Ik vind wel eens geld op straat. En dan denk ik. Dan kijk ik zo omhoog en denk ik: oh, waar is die vandaan gevallen? En dan pak ik hem op en dan denk ik: ja. Die mag ik dan nu vergeven. En dat voelt dan als een soort dankbare gift of zo, ja. En dan denk ik niet gelijk, oké, hoe kan ik van die 10 en 20 maken? Maar ik zie dat meer als een soort dan dankbaarheid dat ik dat dan mag vinden. Waarvan ik me dan ook, ja, denk ik, oh, bijzonder. Dan ga ik niet naar de politie geven, weet je. En dan denk ik, nee, dat doe ik dan allemaal niet. Denk ik, ja, ik mag dat vinden. Ja. Cool. En even over dromen. Als jij als geld gewoon bij jou uit de kraan zou komen. Als het gewoon, ja, je hebt een geldboom of het groeit op je rug. Het maakt mij niet uit waar het vandaan komt, maar het is er. En het is er voldoende, meer dan voldoende. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Nou, dan komt er een hele oude droom terug, die ik echt al heel vaak heb gedeeld. En dan woon ik ergens aan de rand van de stad, met een uitzicht op de horizon, in een huis wat ik zelf heb gebouwd van natuurlijke materialen. En dat is dan een plek van wat een gaan en komen is van mensen. Je kan er ook overnachten, je kan er blijven, je kan er activiteiten organiseren. Ergens in het midden van het land. Waarin gewoon hele mooie energie stroomt, waar de moestuin bij de achterdeur naar buiten lopend er is, waar ik een krop sla eruit snij om 's avonds mijn eten mee te maken, waar de peren en de appels en de citroenen, als het even kan, aan de bomen hangen, zodat ik ook heel veel in de seizoenen kan eten en leven en zoveel mogelijk zelfvoorzienend daarin kan zijn. En waarin ik eigenlijk al het eten wat ik maak zoveel mogelijk zelf creëer. Dus of dat nou het avondeten, diner of de lunch is. Ook bijvoorbeeld mijn lekkernijen voor tussendoor bij de koffie maak ik gewoon zelf. Het is één grote creatieplek, put. Waarin gewoon hele fijne energie stroomt in de seizoenen. En daar, ja, dat is echt een droom die heb ik al heel lang. Ja, dat zou echt, als het geld geen issue zou zijn, dan is dat wat ik heel graag zou willen. Nou. Cool. Mooi. Klinkt ook nog haalbaar, ook nog. Ja, er zit op een bepaald opzicht haalbaarheid in, zeker. Ja, ja, of die ooit werkelijkheid gaat worden, time will tell, maar ja. Nou. Cool. En als jij, dat is een nieuwe vraag die ik erin gegooid heb, die las ik echt, dacht ik, oh, dat is interessant. Als jij de enige op aarde zou zijn, wat zou je dan doen? Doe je dan wat je nu ook doet, of ga je dan iets anders doen?
Nou ja, het grappige is, ik zou het helemaal niet zo erg vinden als ik de enige op aarde zou zijn. Want ik ben op zich wel heel erg ook een individueel persoon van gewoon van eigenheid, zeg maar. Ik ben heel individueel ingesteld. Dat is niet in de zin van dat ik geen mensen om me heen wil hebben. Maar ik kan heel goed op mezelf zijn en met mezelf zijn. Ik vind mezelf een prettig gezelschap, om het maar zo te zeggen. Maar wat ik wel merk aan ook... ondanks dat dat de feitelijkheid is, ik kan eigenlijk niet zonder mensen. Maar goed, als ik de enige ben op de wereld, ja, weet je, het dierenleven zal er zeker zijn. Want dat kan gewoon niet alleen, dat kan er niet zijn, zeg maar. De natuur is er dan ook. Want anders is er echt geen plek waar je moet leven. Ik denk dat ik daar dan heel erg de verbinding mee ga zoeken en ga ervaren wat de natuur en wat de dierenwereld die daarin zich begeeft, ja, wat die mij dan wil komen brengen. En wat daar dan uit ontstaat, I really don't know. En dan zit ik ook wel heel erg in elkaar dat ik denk, ja, dan ontstaat er wel wat er dan weer nodig is. Ja. Ja. Mooi. En ja, de key question in deze podcast altijd. Wat maakt jou rijk? Oh, ja, dat is eigenlijk... Ik vind het eigenlijk zo simpel. Kijk... Rijk maakt mij dat ik een dak boven mijn hoofd heb, ongelooflijk veel mooie mensen om me heen ongelooflijk veel mensen om me heen heb die in energie resoneren, die dus zeg maar, soort van op dezelfde golflengte zitten. Daar word ik ongelooflijk door gevoed. Ik heb ook zo'n quote: wie goed voedt, goed ontmoet. Omdat ik heel erg mij daarmee heb gerealiseerd. Want we zeggen altijd, wie goed doet, goed ontmoet. En dan denk ik, nee, het zit hem niet in het doen. Het zit in het voeden van jezelf. En dat voeden gaat heel erg over je omringen met de energie die je nodig hebt. En dat geeft zoveel rijkdom. Want als je je omgeeft met de mensen die op dezelfde golflengte zitten, maar die je ook uitdagen en die je challengen. Want dezelfde golflengte wil niet altijd zeggen dat je hetzelfde bent. Ja, jongens, dan word je toch, dan krijg je toch een uitdaging op je pad. En dan kunnen de dingen gaan stromen. Dat is ongekend. Dat is echt ongekend. En tuurlijk komen er dan challenges op je pad en ga je uitdagingen aan. En de rijkdom die ik daar dan in vind is, kun je dan alles wat je ziet wat op je pad komt, bekijken als dat het een cadeautje is wat uitgepakt wil worden. En dat daar kennis in zit die jou weer wil helpen om je verder te brengen. En de vraag is of je dat iedere keer als dat gebeurt kan zien. Meestal is dat niet zo. Dan heb je het soms 20 keer of misschien wel 30 keer nodig. En heb je het al die 29 keer daarvoor niet gezien. Doet er ook niet toe. Maar iedere keer als je hem wel ontmoet en je denkt yes, dan pak je hem aan. Je pakt hem uit. Je doet ermee wat er nodig is. En dan ga je weer. En dat is echt mijn manier van rijk leven. Want op die manier kan ik mij verrijken. En ja, ander leven kan ik me niet voorstellen. Dus nee. Dat is voor mij rijkdom. Mooi. En wat is jouw goud? Mijn goud? De grootste goud, ja. Nou, dat de dood, hoe gek dat ook klinkt, echt zo'n rode lijn in mijn leven is. Dat is al begonnen toen ik kind was. Ik werd altijd gefascineerd door de krant. En dan niet zozeer al die ellende die erin stond. Maar door de overlijdensadvertenties. En ik puzzelde echt alle kranten die we hadden. Het plaatselijk krantje. Mijn ouders waren volgens mij geabonneerd op de Telegraaf. Nou, die... En als ik dan bij vrienden was, dan werd daar een krant uit de kast gerukt. En ik lette er echt letterlijk de overlijdensadvertenties uit. Ik heb nooit begrepen waarom ik dat deed, maar dat deed ik. En wat ik daar dan altijd fascinerend aan vond, is dan ging ik kijken of er originele namen in zaten van al die mensen die daar dan in genoemd werden. Wat me dan altijd verbaasde was dat er altijd van diezelfde regels bovenaan stonden. Dacht ik, goh. Het is een mens met een naam. Er stonden daar dan allemaal namen onder. En denk ik, ja, het is toch heel anders als diegene die hiernaast staat. Maar ja, er wordt wel dezelfde tekst gebruikt. Kan het nou? Dat is toch een ander mens. En daarna die teksten hieronder zijn ook een soort van zelfgebakken gecreëerde one-liners die iedere keer weer gebruikt worden. Raar. Ik bedoel, we zijn toch allemaal uniek als mens, maar toch wordt het hetzelfde gedaan.
Nou, snapte ik niet. En in mijn tienertijd heb ik mijn opa verloren toen ik 13 was, die ik de dag ervoor nog zag. En die zei, je moet blijven tegen mijn ouders. En mijn moeder zei, nee, nee, ik moet morgen werken. En de volgende ochtend werden we om 6:30 gebeld dat hij was overleden. Nou, en zo heb ik echt, nou, ik kan het echt wel in iedere periode van mijn leven meerdere ervaringen gehad, waarin ik iedere keer weer met die dood werd geconfronteerd. Waarin ik weer werd uitgedaagd om los te laten. En los te laten waarvan ik had gehouden of waarvan ik blij werd, om daarna weer gewoon door te blijven gaan. En ik ben gewoon heel opportunistisch van eigenheid. Ik zie altijd het goede in het leven. Ik zie altijd een punt aan de horizon. En waarvoor ik hier ook op de wereld ben gezet, is dat ik het voorbeeld geef dat er altijd een weg is om te blijven wandelen. En ja, ik kan ook niet anders. En dat die dood echt zo'n rode lijn in mijn leven heeft gehad. En eigenlijk ook het thema loslaten. Want die zit daar gewoon echt letterlijk aan gekoppeld. En dan vooral ook het liefdevol loslaten. Ja, ik denk dat de grootste eye-opener die ik daarin heb gekregen was mijn tijd vorig jaar in Vindhorn, waar ik 5 weken heb vertoefd. En waar ik in allerlei programma's heb gezeten. En daar kwam de dood echt op allerlei manieren voorbij. Ik kon er gewoon niet omheen. Ontmoette ik weer iemand die had weer wat met de dood te maken. Dan kwam de volgende, die had ook weer wat mee te maken. En dan riep ik iedere keer naar boven en zeg, vertel me nou wat ik ermee moet doen. En ik kreeg gewoon geen antwoord. Want ik was er nog niet klaar voor. En ja, en nu is het zo klip en klaar en zo kloppend. Ik bedoel, het stroomt als vanzelf met doulawijzer. En ja, dit is het. Dus ja, mooi. Dat is mijn goud. Fijn hoor, dat het zo helder wordt. Dat is ook lekker. Soms kan je er heel erg op zitten te wachten van, nou ja, geef me het antwoord, wat moet ik gaan doen? Dus dan moet je gewoon beginnen te lopen. En dan, ja. En dan op een of andere manier gaan je ogen dan open voor de signalen of zo. Ik weet ook niet precies wat het is, maar dat is wel een beetje mijn ervaring inderdaad van hoe het werkt. En als je elke keer weer dingen terug ziet komen, dat je denkt, nou, daar moet wel iets mee. Dat kan niet anders. Nou ja, dan weet je wat grappig is? In my face. Ja, ja, en ik heb me steeds iedere keer afgevraagd, hoezo dan en waarom dan? En wat ik niet wist en wat ik eigenlijk door human design, heel ander onderwerp, maar dat is een manier waarop je zichtbaarheid kunt krijgen over wie en waarom ben je hier en wat kom je hier doen. Werd zo helder dat het de bedoeling was toen ik op de wereld werd gezet, dat ik tot zeker mijn 50ste een soort zoekend bestaan zou houden in het leven. En dat alles wat ik op die reis in dat zoekende leven meemaakte, nodig was om te komen tot wat ik eigenlijk werkelijk hier heb uit te geven in de wereld. En nou, ik word volgend jaar 50. Het is ongelooflijk, maar waar. En nu voel ik echt, ik ben nog niet tot het moment suprême, zeg maar, van waar ik nu met de dood mee bezig ben. En er gaat volgend jaar iets gebeuren. Ik snap helemaal niet wat dat dan is, maar zo voel ik dat heel erg. En ik ga het ontdekken wat dat gaat zijn. Maar ik ben zo op mijn pad beland waar ik op hoor. En ja, ik vind het magisch. Echt magisch. Ja, mooi. Ja. En wat je omschrijft is natuurlijk eigenlijk een beetje, ja, zoals ze dat noemen, de hero's journey. Hè? Dat je dus ja, sowieso een soort kweesten gaat doen naar de Holy Grail, of hoe je het ook wil noemen, of het antwoord, of de nou ja, maakt niet uit wat het symbool is, maar de wijsheid die je nodig hebt om dan uiteindelijk weer terug te geven aan anderen. En die wijsheid die moet je in een bepaalde tijd vergaren. Ja. En de een doet daar 50 jaar over, en de ander 20 jaar, en de ander 100 Precies. jaar. En dat is hoe het is. En als je er niet voor open staat, dan vind je het misschien niet. En als je er wel voor open staat, dan heb je kans dat je het wel vindt. Precies. Nou, leuk, ik word ook volgend jaar 50. zit ook in die fase van, het is tijd om terug te gaan geven wat je allemaal zo hebt geleerd op het pad. Ja. Nou, ja, human design is inderdaad heel interessant en kan heel veel inzichten geven. Wat dat betreft, dat klopt, ja, zeker. Ja, nou ja, dat vind ik ook wel heel inspirerend trouwens wat je zegt. En over inspiratie gesproken, ik vind het ook altijd leuk om even over boeken te kletsen. Wat is jouw favoriete boek, of all times, als je er één kan noemen? Ja, mij moet je dan niet vragen, maar... Ja, die vind ik dus echt heel erg lastig. Wat is nou mijn favoriete boek?
Als je mij vraagt wat is het boek wat de meeste indruk in mijn leven heeft gemaakt waardoor mijn ogen zijn geopend, dan zijn dat de 3 boeken van Chantal van der Brink. De brieven, ik zeg altijd van mijn ziel of aan mijn ziel. Ik ben daar altijd even de weg in kwijt. Maar zij heeft 3 boeken geschreven over haar levensverhaal. Een 4e is in de maken, zag ik laatst. En die hebben zo mijn ogen geopend. Omdat ik... voordat die boeken nog niet op mijn pad kwamen, ik altijd zo'n soort vraag in mijzelf had. Waarom gebeurt me dit? Waarom is dit zo? Waarom is ze... Weet je, ik snapte er niks van, laat ik het zo zeggen. Er was een stuk in mij die niet zo goed het leven begreep. Dan dacht ik, ja, oké, ik hoef het leven ook niet te begrijpen. Maar, en toch bleef er, ik wil het begrijpen, in mij rondzingen. En toen ik haar boeken las, toen dacht ik... Of toen kwam er eigenlijk heel erg, zat heel veel herkenbaarheid in van mijn eigen levensverhaal. En tegelijkertijd haalde ik daar ook uit, oh, maar eigenlijk is het leven gewoon 1 grote aaneenschakeling van belevenissen. Die gewoon er zijn om je iets te leren, want daarvoor ben je hier. Even heel kort samengevat. Ja, en toen dacht ik, oh, nou ja. Wat is het, waarom moet ik dan al die vragen stellen? Hoeft helemaal niet. Ik mag gewoon het leven aannemen zoals het komt en daar dankbaar voor zijn. En dan hup weer verder. Oh, is het eigenlijk zo simpel? Jemus, waarom zijn die boeken nu pas op mijn pad gekomen? Ja, en dat vond ik echt ongelooflijk waardevol. Dus haar boeken hebben... Die heb ik uiteindelijk nog... Ik heb ze 2 keer gelezen. En de 2e keer werd ik weer geraakt door hele andere dingen. En ik heb niet veel boeken thuis, want ik vind boeken moeten gelezen worden. Dus ik geef ze ook altijd weer door. Want die boeken zijn er niet om te verstoffen, maar die mogen dan weer gelezen worden. En die boeken kan ik gewoon niet wegdoen. Want ik heb ook het gevoel, die mag ik nog een keer lezen. En dan komt er weer een andere dimensie uit die boeken naar boven. Dus ja, als je het hebt over favoriet, dan die 3. Nou, dat lijkt me heel helder hoor. Dat lijkt me heel helder. We zetten de titels even in de show notes. Dan kunnen mensen die hierdoor geïnspireerd worden het ook even checken. Ja. Nog meer inspiratie. Heb jij ook iemand die een voorbeeld voor jou is? Ja, dat vind ik dus echt zo'n kul. Nee. Ik heb helemaal geen voorbeeld. Nee, en dan ga ik sommige mensen vinden dat heel arrogant. Nee, ik heb niemand die een voorbeeld is. Want als ik een ander als voorbeeld ga houden, dan lijkt het alsof ik me op moet werken naar hoe een ander dat doet. En ik geloof gewoon heel erg in... ik geloof in mezelf en in dat wat ik... In mijn eigen reis die ik hier heb te doen. En die kan ik niet vergelijken met een andere of ja, het werkt voor mij niet. Weet je, in mijn tienertijd had je allemaal van mensen die waren idool. En dan keek ik ernaar en dan denk ik, ja, hoe? Kan ik niet. Dat heb ik nog nooit gehad. Dus ik ben een soort van idool van mezelf. Ja. Halleluja. Ja, want ik geloof gewoon heel erg. Het enige wat ik mag doen is luisteren naar wat ik nodig heb. Wat ik daarin wil doen. En als ik daar iets van een ander nodig heb, moet ik hulp inroepen. Maar ik moet mijn pad bewandelen. En er is maar 1 manier en dat is mijn manier. En dat betekent goed naar mezelf luisteren. En de signalen op mijn pad zien, aanpakken en uitvoeren. Dus ja, sorry. Nee, heb ik niet. sorry tegen mij te zeggen. Hoor. Nee, ik snap je wel. Ja. Ik snap het wel. En het is ook... Weet je, ik weet ook niet of het gaat om dat je dan precies zo iemand wil zijn. Of dat je dat het idool is, zeg maar. Maar meer zo van bijvoorbeeld bepaalde dingen die iemand doet waarvan je denkt, oh, dat vind ik ook handig als ik dat ook zou kunnen. En hoe doet diegene dat? En dan zeg maar het vertalen naar hoe jij het zou doen. Maar zeg maar, dus ik bedoel helemaal niet precies doen wat andere mensen doen. Nee. Dat je jij moet doen. Maar weet je wel, gewoon waar je misschien bij andere mensen om advies vraagt van, in het ondernemerschap bijvoorbeeld, hoe weet je hoe ondernemen werkt? Ondernemen is een vak apart. Dan ga je ook te raden bij, misschien bij collega-ondernemers van, hoe doe jij dat? En als je dan iemand ziet waarvan je denkt, die doet dat wel, die is wel goed op zijn eigen pad of haar eigen pad bezig. Wat doet diegene? En zou ik dat dan misschien ook kunnen doen, modelleren, zoals dat dan in NLP noemen. Ja. En ja, weet je, heel gaaf als je het gewoon uit jezelf haalt.
Maar heel veel mensen hebben het wel een beetje nodig om een soort van, ja, een beetje van jezelf en een beetje van magie, om het zo maar te zeggen. Nee, maar wat ik een beetje merk, wat het woord idool zeg maar doet, is dat zie je nu ook heel veel bij de jongeren zeg maar, dat mensen een idool op een voetstuk zetten en dat een haalbare kaart moet worden. En die, en ik snap dat jij niet die definitie bedoelt, maar die is wel heel vaak die aan het woord idool wordt gekoppeld en die klopt voor mij niet. Want dan denk ik, niemand hoeft op een standbeeld te worden gezet. Want iedereen doet het goed zoals die het doet voor zichzelf. En als ik kijk namelijk naar anderen, dat heb ik in die 49 jaar of bijna 50 jaar dat ik onderweg ben ondertussen geleerd. Wat ik dan heel vaak wil, is alsof ik het hetzelfde wil doen. En ik heb gemerkt dat dat voor mij dus niet klopt. En dat daardoor het zetten van een idool voor mij niet werkt. Omdat ik dan meer de neiging heb om te gaan kopiëren in plaats van mezelf af te vragen, en hoe wil ik dat dan? En die kan ik dus veel beter uit mezelf halen. En dan maar gewoon mijn eigen flow volgen en ingevingen. Omdat die veel meer kloppen. En, Ja, ik denk dat het woord ook... ik heb volgens mij is dat ook niet hoe ik het gevraagd heb. Ik heb niet gevraagd of je een idool. Nee. Ik heb gevraagd wie inspireert je? Of inderdaad, wie bewonder je bijvoorbeeld om een bepaalde eigenschap? En weet je, soms kan je toch... Ik kan heel, heel erg een bewondering voor iemand hebben. Bijvoorbeeld omdat hij heel erg zichzelf is. Of zij heel erg zichzelf is. Omdat iemand extreem zijn of haar eigen pad volgt. Ja. Daar kan ik dan heel veel bewondering voor hebben. En dan ga ik het niet zo doen, maar dan denk ik wel... Wauw, hoe jij dat doet, dat vind ik wel mooi. Dus dat is eigenlijk een soort respect eigenlijk meer dan dat je iemand op een voetstuk plaatst. Want daar geloof ik ook niet zo in. Als er iemand op een voetstuk moet, dan ben je het zelf. Ja, zeker. Meer eigenwaarde kan geen kwaad. Ja, mensen verwarren dat met egocentrische en arrogantie, wat ik echt onzin vind. Want iedereen zou wel een vleugje meer zelfvertrouwen mogen hebben. Zeker. Denk ik. Maar goed. Hey, maar ik leer je wel kennen zo. Dat vind ik leuk. Ja. Ik heb nog een lastige... Nou, tenminste, die vinden heel veel mensen lastig. Vul aan. Als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat... Puntje, puntje, puntje. Stel hem nog een keer. Want ik heb hem al natuurlijk een keer voorbij zien komen. Ja. Als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat. En dan moet er een klein geheimtje of een, zoals ze dat noemen, een quality quirk. Iets wat jou anders maakt dan anders. Nou, we hebben al een paar dingen gehoord in die zin. Dat ik ongeschurf... Ik heb echt een ongelofelijke schurft aan regels. Ik zoek altijd de grenzen op om ze... om er tegenaan te schuren. Ik hou helemaal niet van systemen. Daar krijg ik echt zo jeuk van. Ja, daar krijg ik echt jeuk van. En mensen die zich autoritair gedragen. Ik kan het wel eens heel erg misgaan met mij. Ja, heerlijk. Ja. Hey, we hebben al volgens mij hebben we het al best wel over gehad, maar misschien dat je nog iets hebt toe te voegen, dat weet ik niet. Over levenslessen en inspiratie. Ja. Wat zie je als een van jouw grootste levenslessen of inzichten? Nou, mijn leven, er zijn er eigenlijk, ik denk vier te noemen. Eén zijn mijn kinderen, mijn ongeboren kinderen. Die mij weer in verbinding hebben gebracht met een van de ze zijn van twee verschillende vaders. En mijn eerste kindje heeft mij weer in verbinding gebracht met de vader. Waarin ik echt na 20 jaar later een hele bijzondere ochtend heb gehad. Waar, geen woorden voor. We hadden elkaar in 20 jaar niet gesproken. En we hebben echt een halve dag... contact met elkaar gehad. Magisch. Ik maakte ook uiteindelijk aan het einde van de ochtend dat we met elkaar door hadden gebracht een foto. Die zette ik op Facebook. En toen riep iedereen de achtergrond, de achtergrond. En ik zei ja, wat in de achtergrond? Ik snapte er geen biet van. En de achtergrond had dus een kindersitje op een fiets naast ons, terwijl wij de foto maakten. Nou, wat dat moment en het volgen van de ingeving van dat kindje. Nou, bizar wat dat uiteindelijk voor mij ook in liefdesrelaties, zeg maar, heeft betekend. Heel waardevol. Het overlijden van mijn vader heeft heel veel impact gehad. Ik zat toenertijd onbereikbaar op de wereld.
En ik werd pas 2 dagen na zijn overlijden geïnformeerd dat hij gestorven was. Nou, kun je van alles en nog wat van vinden. Maar het is heel symbolisch, want mijn vader had altijd het laatste woord in mijn leven. Zelfs toen ik al het huis uit was, zat hij altijd als een soort papegaai op mijn schouder te kwetteren. En hij heeft het gepresteerd om het tot de dood te realiseren. Want ik zat onbereikbaar op de wereld. En wie kwam nog even kwetteren? Zo van, ja, hoezo onbereikbaar op de wereld? Echt niet. Hier met dat geheel. In de wereld, jij. Ja, daar heb ik achteraf onwijs om gelachen. Toen dacht ik, hoe mooi dat iemand zo zijn rol in zijn leven voor een ander zijn betekenis geeft tot het laatste moment. Maar het feit dat hij overleden is, heeft iets in mij losgemaakt om mijn eigen onderzoek naar wie ben ik, waarom ben ik hier, en eigenlijk mijn bewustzijnsontwikkeling te starten. Daar is mijn vader de aanzet toe geweest. Die had ik eigenlijk al een beetje begonnen en toen overleed hij precies in die week. De derde is mijn moeder. Die is 5 jaar geleden overleden. En die besloot... wij hadden al vrij lang geen contact meer. Zo'n 7 jaar dat we elkaar niet meer spraken. Nooit uitgesproken waarom wij geen contact meer hadden. Dat is gewoon... Uiteindelijk namen we geen contact meer met elkaar op. En ik zat op vrijdagochtend, ik weet nog heel goed, 18 september bij koffietijd aan tafel voor mijn vrijwilligerswerk bij Women Inc. Heel mooi gesprek over de tafel van 1, een fantastische ochtend. Ik rij naar huis, ik kom thuis, ik wil mijn lunch gaan maken en ik word gebeld door een privénummer. En alles in mij zei opnemen, want normaliter neem ik privénummers niet op. En ik neem op en ik krijg ineens mijn zusje aan de telefoon, die ik ook al in jaren niet gesproken had. En ik krijg een officiële zakelijke mededeling dat mijn moeder is overleden, is gestorven een week daarvoor, uitvaart heeft plaatsgevonden, dat zij executeur testamentair is en dat het testament me wordt toegestuurd. En toen was het klaar met haar boodschap, want toen had ik echt zoiets aan de telefoon. Wat, wie, waar? Dus ik raakte gewoon in shock. Nou ja, iedereen vindt er wat van als ik dit verhaal vertel. Ik ben er ook al wel een paar keer mee in de media geweest. En vanochtend had ik daar een heel bijzonder gesprek over met iemand die zei... Nee, je moet niet je moeder dankbaar zijn, maar je moet jezelf dankbaar zijn. En die vond ik wel, dat gaf een andere kijk op deze ervaring. Ja, ik ben mijn moeder dankbaar dat ze gedaan heeft wat ze heeft gedaan. Wat heel gek klinkt, want het is heel rigoureus wat ze heeft gerealiseerd. Want uiteindelijk kwam ik erachter dat ze me ook van de rouwkaart heeft verwijderd. Daar stond ik niet op. En ze me uiteindelijk onterfd heeft. En onterven in Nederland kan tot in die zin zover dat je alleen nog een legaat moet toekennen. En daarin heeft mijn moeder ook gerealiseerd dat ze zo min mogelijk nog mijn kant op liet stromen. Dus dat voelt voor mij heel erg als onterven. Maar ik ben dankbaar dat zij mij eigenlijk door hoe zij dit heeft gedaan... ongelooflijk heeft wakker geschud. En ik ben mezelf dankbaar dat ik ervoor heb gekozen om alle shit die daarmee loskwam aan te kijken, aan te pakken, te doorleven en te zeggen, oké, en ik ga hier geen strijd mee voeren, maar ik ga hier keuzes in maken in het positieve, en dan komt dat opportunistische weer in mij boven, waarin ik gewoon er het goede uit ga halen. En niet het slechte wat erin zit. Want dat klopt gewoon niet. En dus daar ben ik haar dankbaar voor. Maar ook mezelf dankbaar voor dat ik die keuzes heb gemaakt. En ik zei, het zijn er 4. En nou ben ik even kwijt wat dan nummer 4 is. Dus dat is interessant. Mijn kinderen, mijn vader, mijn moeder. Oh ja. En de 4e is... dat ik bij een relatie die ik voor 10 jaar heb gehad en een relatie die ik 3 jaar heb gehad, ervoor heb gekozen om die allebei liefdevol los te laten. En daar de tijd voor te nemen en daar een ceremonie voor te bedenken, hoe we dat dan liefdevol kunnen loslaten. Ja, goud, als je dat kan. Dat is zo ik heb het echt als zo waardevol ervaren om op die manier een relatie los te laten. Ja, daar heb ik gewoon geen woorden voor. Dan krijg ik nu nog een brok van die Mekeo. Ik kan me dat nog herinneren, dat je dat inderdaad op Facebook had geplaatst. Dat was zeer indrukwekkend. Ja. Toen dacht ik ook, ja, oh, dat zou iedereen moeten doen. Iedereen moeten kunnen durven, maar het is gewoon wel moeilijk.
Maar het is ook, ja, als je dat kan, sowieso, nou, dat gaat ook weer over loslaten. Mooi hoor, dat het weer terugkomt. Ja. Komt echt terug in alles, leuk. Ja. Leuk, leuk, en dat bedoel ik dus leuk als in interessant, want ik vind dat dan heel boeiend. En dan denk ik van, ja, weet je, liefdevol loslaten en niet ergens een strijd van maken of... Ja, weet je, je kan in, ja, mindset is natuurlijk alles. Weet je, wat je overkomt, daar heb je geen invloed op. Maar je hebt wel invloed op hoe je ernaar kijkt. Ja, nou, precies. Dat blijkt wel uit jouw verhaal. En dat vind ik wel heel mooi, dat je dat hiermee ook heel duidelijk illustreert. Ja. Want je had zoveel andere keuzes kunnen maken. Zeker. Ja, en wat er nu in mij opkomt, er is eigenlijk nog een vijfde. Ik heb bijna 10 jaar in de uitvaartverzorging gewerkt. En daar heb ik ook heel erg geleerd... dat het een keuze is om voor het leven te kiezen. Want al die verhalen die ik heb gehoord... en alle verschillende scenario's die ik daarin heb meegemaakt... heb ik ook het verschil ervaren. Wat doet het met mensen als je het hebt gehad over de dood? En wat doet het met mensen als je het niet hebt gehad over de dood? En wat doet het met de mens die weet dat het einde in zicht is... en die er dan voor kiest om daar alles in te regelen... of zoveel mogelijk wat zij vinden dat ze erin moeten regelen... om te zorgen dat het voor zichzelf en voor de mensen om hen heen... goed georganiseerd achterblijft. En ik heb heel veel voorgesprekken gehad met mensen... en die voorgesprekken gingen dan eigenlijk 9 van de 10 keer meer over... wat doet het met je dat je weet dat je doodgaat... en wat doet dat dan met jou, met je omstanders, met de situatie waarin je je begeeft, misschien een relatie, kinderen, noem het allemaal maar op. En dan aan het einde van het gesprek, oh ja, maar by the way, het was ook zo, je kwam hier om ook nog wat uitvaartdingen door te spreken. Ik had altijd gewoon meer van die soort levensverhaalgesprekken met die mensen. Waarin ik dan aan het einde van het gesprek nog ook even wat praktische dingen van... oh ja, hoe zit dat dan met een uitvaart en wat kan ik daar dan voor regelen... en wat is daarin belangrijk, dan ook nog wel met ze doornam. En ik heb van die mensen zoveel geleerd. Ik vond het ook een moeilijke tijd, want ik vond het niet altijd even plezierig... om zo in your face met bepaalde situaties geconfronteerd te worden... Maar als ik nu terugkijk, dan denk ik, het is zo'n mooie leerschool geweest. Over mijn eigen bewustzijn en over ook hoe ik nu in het leven sta. Ja, ja. En daardoor heb je ook een helder beeld, denk ik, wat er nodig is. Ja. En blijkt dat dus iets anders te zijn als dat, dat er standaard wordt geboden. Precies. Als in praktische tips en dat soort dingetjes. Ja, zeker. Het gaat allemaal even net wat dieper. Ja. Ja, wat brengt mij op het thema veerkracht, een van mijn lievelingsthema's. Hoe zie jij dat? Wat is voor jou veerkracht en kan je dat leren? Kan je dat leren? Ja, ik denk dat als je ervoor open staat, dat je dat alles te leren is, maar dat vraagt wel een openheid en een kwetsbaar durven opstellen. En verantwoordelijkheid nemen van jezelf. En dat is niet voor iedereen altijd even makkelijk. Maar ik denk dat als je dat wil en als je dat kan en ook doet, dan is er wel heel veel mogelijk. Cool. Ja. Nou, mooi. Dat antwoord neemt mee. Nou, dan zijn we bijna aan het einde van deze podcast beland. En dan vind ik het altijd nog even leuk om te weten wat er in dit moment aan het gebeuren is. Namelijk, wat lees jij, kijk jij en luister jij op dit moment? Nou, niet exact dit moment, maar... Nee, want ik ben hier met jou in gesprek. Ja, precies. Ja, precies. Nou ja, het is grappig. Ik heb het boek meegenomen. Dit is het boek wat ik nu aan het lezen ben. Ik zal het heten De meeste mensen gaan hier dood. Het is van Katja Meertens. Het gaat over het leven in een hospice. Het is al wel een vrij oud boek, een boek uit 2011. Maar het is een boek geschreven over de grootste hospice in Nederland. Ze zit ergens in Rotterdam. En daar vertelt ze eigenlijk verhalen over mensen waarmee ze in contact is geweest die in een hospice terecht zijn gekomen. Nou ja, in het kader van mijn werken vind ik dit soort boeken interessant om te lezen.
Ik luister heel veel podcasts. Vind ik echt superleuk om te luisteren. En dat varieert een beetje waar die over gaan. Die kunnen heel erg over persoonlijke ontwikkeling gaan. Maar ook thema's die ik dan zie bij favoriete podcasts die ik heb. Waarvan ik denk, oh, interessant. Wat heeft die te vertellen? En dan zijn het wel, realiseer ik me nu, podcasts van mensen die het anders doen dan anderen. Die blijven altijd wel een beetje op mijn pad komen. Dus dat luister ik heel erg veel. Ik ben een vervent voorbeeldje? Voorbeeldje? Pieter Pot, de online, de jongens die online verpakkingsvrije winkel mogelijk maken. Die hebben ook een podcast. Ze hebben niet zo'n heel veel afleveringen nog. Maar die laten dan ook weer soortgelijke ondernemers als zij aan het woord over hoe zij hun pad hebben bewandeld. En ja, vind ik heel inspirerend. Want zij doen het echt anders dan de reguliere ondernemingen. En dan denk ik, ja, het oude systeem werkt gewoon niet meer. Dus in dat opzicht vind ik dat heel erg mooi. Maar ook bijvoorbeeld de eindbazen vind ik interessant. Niet alle afleveringen van hun, maar Rauw van Ruud de Wild vind ik echt fantastisch. Maar ook Echt Gebeurd vind ik af en toe hilarisch om die echt gebeurde verhalen te horen. Dan lig ik helemaal in de kreuk van het lachen. Ja, dus het is echt een hele variëteit aan podcasts die ik luister. Ja, en ik ben echt een vervent filmkijker. Waar gebeurde verhalen? Je doet me er echt een super groot plezier mee. Ja, vind ik fantastisch. Ja, wat heb ik laatst gezien? Het verhaal van de, hoe heet het, die film ook weer? Nou, naam is me nu even kwijt, maar het verhaal over de ijshockeycoach van de Amerikaanse ijshockeyploeg die in 1980 de Olympische medaille won en na 15 jaar de USSR, toen dat nog zo heette, versloeg, die al 15 jaar zeg maar altijd de winnaars waren. En deze coach deed het echt anders. Maar die had een ongelooflijke jonge hondenploeg. Die gewoon van de universiteiten waren geplukt. En die eigenlijk helemaal niet zoveel ervaring hadden. Maar dat was juist de kracht van dat team. En hij heeft ze ongelooflijk fysiek sterk gemaakt. En geloofde heel erg in zijn manier van doen. En hij werd door iedereen, dat kan helemaal niet, dat kan niet. En hij had echt zoiets, echt wel. En hij bleef gewoon in zijn eigen pad geloven. En hij heeft het uiteindelijk gewoon gefixt. Hij heeft het gewoon gedaan. Ja, daar word ik echt, dan denk ik, oh, heerlijk dat soort mensen die gewoon hun eigen pad lopen. En die gewoon eigenwijs lekker doen waarvan zij geloven dat het waar is. En dan denk ik, ja, dat is ook gewoon de enige weg. Cool. Ja. En heb jij nog tips of een favoriete quote of iets waarmee je wil eindigen voor onze luisteraars? Ja. Ik heb zeker een favoriete quote van mijn eigen hand. Als je deelt wat er in je leeft, is er ruimte voor groei. Dat is, ja, weet je, hoe moeilijk we het soms ook vinden om te delen. En om verhalen te vertellen die in ons leven, waar we last van hebben, wat dan ook. Als je echt je hart openzet en je kwetsbaar opstelt en je gaat het delen, dan groei je. Er zit altijd groei in. Dus ja, voor mij is dat echt onderhand mijn levensmotto geworden. Als je deelt wat er in je leeft, is er ruimte voor groei. En andere weg is er niet. Nou, dat vind ik echt een prachtige afsluiter. Winnie, waar kunnen we jou vinden? We zetten straks de linkjes natuurlijk in de show notes. Ja, Nou, je vindt me op LinkedIn, op Facebook. Gewoon persoonlijke pagina, maar ook met Doulawijzer heb ik een bedrijfspagina. LinkedIn gewoon Winnie Bos, op Facebook Winnie Bos en op Instagram zit ik ook als Winnie Bos. En daar kan je me vinden en op die kanalen ben ik te zien en te horen. De podcast gaat natuurlijk live en die komt in principe op podcast, op Spotify en op iTunes. Maar mogelijk misschien ook nog wel op meer kanalen. Maar daar gaat het ook terechtkomen. Doodnormaal, hè, was de titel. Ja, Doodnormaal wordt de podcast. Ja. Mooi. Nou, Winnie, dank je wel voor dit fantastische gesprek. Voor het delen van al je mooie en best wel heftige verhalen. Supermooi om daarmee mensen te inspireren. Dank je wel. Graag gedaan. Dank voor de uitnodiging. Vond het superleuk om te vertellen.
Het geeft me ook weer nieuwe inzichten. Dus ik vind altijd interessant hoe dat werkt. Mooi, mooi. Nou, you are welcome. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno. Ten T aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao.